Hele goede dag dames en heren, wat leuk dat jullie weer kijken. Ik ben Ritesh Personal Trainer en in deze video geef ik uitleg over de flutter kicks. Wat is de flutter kicks? Is een leg workout. Waarvoor is het goed? Goed voor je buik, benen, billen. Blijf volgen. Dames en heren, wat je op dit moment ziet, zie ik ook dit vaak op de sportschool. De nek zijn aangespannen. Je hebt geen ondersteuning bij je onderrug. Je ziet waar die armen zijn, de handen, op de vloer in plaats van bij de onderrug te zijn, ter ondersteuning van de onderrug. En de tenen zijn richting naar buiten. Dus zodoende train je ook de bovenbenen niet en je onderbuik. Zoals ik net aangaf, ik zal over de juiste houding, de techniek en de uitvoering van de flutter kicks gaan behandelen. Voordat wij verder gaan, dat is Martijn. Zeg even hallo tegen alle volgers. Hallo. Mooi. Oké, stap nummer 1. Hij gaat op zijn rug liggen, plat op zijn rug alsjeblieft. Doe maar eens voor. Heel goed. Stap nummer 2. De benen hou je gestrekt. Heel goed. Oké, stap nummer 3. Hij vormt een driehoek met zijn vingers, met je armen. Je brengt hem onder je bil, ter ondersteuning voor je rugspieren, zodat je geen rugblessure creëert. Dat is heel belangrijk. Stap nummer 4, dames en heren, waarbij je ook focus moet leggen. Kijk, als jij nou je bovenarmen wilt aanspannen, dus je bovenbenen, belangrijk is dat je om hem richting naar jou toe trekt, zodat de bicep kan aanspannen. Til maar je benen op. Waarom heb ik dat gezegd? Wat je vaak ziet op de sportschool, de tenen zijn richting naar buiten. Wat ik adviseer als personal trainer is, trek de tenen richting naar jou toe. Dan zet je meer de bovenbenen en je onderbuik aan het werk. Oké, mag even stoppen. Heel goed. Stap nummer 5 kom ik gelijk daarop. De momentum van je kin naar je borst gaan heel veel mensen de nekspieren echt overbelasten. Hoe komt dat? Til maar je kin even op. Heel goed. Ze kijken richting omhoog. Voel je op dit moment een bepaalde spanning bij je ondernek? Ja. Heel goed. Je wil geen nekblessure creëren. Dus wat ik als personal trainer adviseer is, breng je kin naar je borst toe. Heel goed. Voel je nu een bepaalde spanning bij je nek? Nee. Nee, je hoort hem. Dus geen nekblessure. Dit zijn de 5 basisstaps waarbij je focus moet leggen als je blessurevrij wilt gaan sporten. Wij laten het zo zien hoe wij het zelf doen. Blijf volgen. Zo dames en heren, dit was de juiste houding, de techniek en de uitvoering van de flutter kicks. Nou, ik hoop dat je onze video leuk vindt. Vergeet niet een duimpje omhoog te geven en natuurlijk wat van hieruit komt. Fijne dag!